Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Scouts. We zijn nog steeds bij Roda JC. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Oh. Ronaldo, Cruyff, Zidane, Neymar en Messi. Alle grote voetbalhelden begonnen ooit op de straat. In de Scouts crossen we heel Nederland door op zoek naar het talent van nu. De spelers strijden om één van de 11 stageplekken te verdienen bij een eredivisieclub. De allerbeste speler van Nederland mag op droomstage bij een buitenlandse topclub. Kijk ook vandaag weer naar de Scouts. Gisteren zagen we de F'jes vlammen. Vandaag zien we de E'tjes in de 3 verschillende onderdelen. En ze willen indruk maken op de jury natuurlijk. Davy staat hier met 1 tegen 1 te jureren. Wat is je opgevallen tot nu toe? Wat heb je gezien? Er zijn een aantal jongens die heel goed zijn in het passeren. Die goed laag in de knieën zitten, goede houding. Ja, welke bijvoorbeeld? Snelheid hebben. Nou, ik heb daar nummer 3 gezien. Ja? Hij passeert heel makkelijk, goede houding. Dus dat is wel een jongen die misschien dadelijk al bij de beste 10 zit. Onze vaste juryleden Tarek Olida en Regie Blinker worden deze week bijgestaan door Nathan Rutjes, René Trost en Dave Jansen van Roda JC. Hi, je mag hierop gaan staan. Jij bent blauw 15, dus ik denk dat jij Deun heet. Oeh, daar ging je bijna. Ik vind het keileuk. Oh, dat heb je zelf gedaan? Of nee, je moeder? Mijn zus. Oh, je zus heeft het gedaan. Wel gaaf, is wel heel goed gelukt, ja. Hè? Heb je echt, is dat een kapsel wat een bekende voetballer ook heeft? Ja, Pogba heeft soms wel een beetje een raar kapsel, dus... Ik denk dat ik hem ben omdat ik goede schoenen heb. Laat eens zien. Hier achter mij is het partijspel gaande van de F'jes. Hierin kunnen ze laten zien hoe goed ze kunnen voetballen, maar ook hoe goed ze kunnen samenwerken. En de juryleden kiezen hieruit hun 10 favorietjes. We worden belaagd door die F'jes. Ze maken geen grap hier in het diepe zuiden. Ja, ik denk dat we hier echt 10 leuke spelers gaan uithalen. Ja, absoluut. Dan zitten er 3 bij die het echt willen hebben. Okay. En tussen die 3 zal het ook gaan spannen voor de winnaar. Ik heb bij geel 3 twijfelen, maar ik heb hem. Oké, ik heb 1 vink, 1 plusje. Ik heb hem niet, maar ik heb hem wel gezien. Je hebt hem ook niet. Nee, maar goed, we kunnen hem parkeren, toch? Top. Mooi. Goed, zijn we eruit. Welke 10 F'jes zijn de allerbeste hier in Kerkrade? Jury. Nummer 1 is speler met de nummer 22. Woo! Rafi. Yeah. Triple. Triple. Hey. Zinedine. Van team geel, nummer 3, Vince. De volgende, Mika. Mika. Nummer 55, Dennis. Dennis. Nummer 5, Timo. Timo. 32, Sam. Sammy. Nummer 18, Jair. Jair. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Oké, nog 1. Nog 1. We hebben er eigenlijk 2 gezien. Waarvan wij zoiets hadden, die zouden allebei wel erin horen. Nee, maar dat kunnen geen 11 gebruiken. Dat kan nee. Niet, dat kan niet. Dan heb ik al een oplossing. Want? Dan moeten we ze 1 tegen 1 laten spelen. In een partijtje. Best of 3. Dat zijn 2 jongens die gaan ook 1 keer 1 tegen 1 tegen elkaar doen. Hier. En de eerste die 3 doelpunten gemaakt heeft, die staat in het winnende team. Ryan, team Roos. Kom maar erbij. Ryan. Gefeliciteerd, man. Goed gedaan, jongen. Hey, wauw. Klasse. Maar zijn tegenstander ja. Van team geel, nummer 2, Neo. Neo.
Oké. Dus, jongens, kom even bij me. Kom even bij me. Nee, jullie mogen nog even daar wachten, want als ik het even goed begrijp, gaan jullie strijden om nog die laatste plek. Kijk elkaar aan. Niet te lief. Dit is voetbal. Het gaat om die stageplek. Oké, zijn jullie klaar voor? Ja. Let's go. Let's get ready to rumble! Wel dat die nummer 34 erg gretig was. We hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Je hebt gewonnen. Oh. Jongen. Vriend. Kom er eens even bij. 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 Weet je, kom jij er ook even bij. Weet je hoe spannend het was? Jullie waren onwijs goed. Ja. En hij heeft net eentje meer gescoord. Maar jij was ook heel erg goed. Je mag echt trots op jezelf zijn. Now I need someone to breathe me back to life. Alright, boys. Ik wil dat jullie elkaar een hand geven, een high five geven. Jullie zijn echt toppers. Goedendag. Dat hoort er ook bij, hè? Verliezen, incasseren, het hoort erbij. Maar hij heeft gevochten als een leeuw. Echt waar. Supergoed gedaan. Trots op hem. Oké, zet het maar neer. Ik vertrouw op jullie. Ja. Morgen gaat er om spannen de finale partijen van de Effies. Ze zijn onderverdeeld onder de twee coaches, Tarek Oulida en Regie Blinker. Wil jij nog meer voetbalplezier? Ga dan naar onze website. Later! Hey topper, ik zei toch dat ik iets voor jou ging halen? Ja? Jij bent een echte koempel. Je kent koempeltje wel, toch? Hey, dat is voor echte doorzetters. Doorzetters. En jij bent echt een Roda JC doorzetter. En van mij krijg jij als enige in Nederland het koempeltje. Ja? Omdat je zo goed hebt doorgezet. Nou, ja? Hey, chique, hè? Als enige in Nederland. Topper. Bam. Goed gedaan, jongen. Trots op jou. Hey, chique, hè?